daar ben ik weer, Marielle Heuft van Sminkoppies. En naast de gebruikelijke video's die ik al voor jullie heb gemaakt, ga ik een nieuwe serie opnemen. En die serie gaat heten Toing or Boing. Toing of Boing. Hoezo Toing of Boing? Ik kom heel veel artikelen of dingen tegen in winkels waarvan ze zeggen, dat kan je allemaal ermee doen. En waarvan ik een beetje mijn twijfels heb. Wij zijn sminkartiesten. Wij sminkartiesten werken alleen maar met goedgekeurde materialen. En willen ook dat het allemaal goed is. En toch kom ik in speelgoedwinkels en andere winkels zoals een Hema, een Action, een Intertoys. Wel eens dingen tegen dat ik denk van oké, is dit heel handig om aan te schaffen? Werkt het? Is het heel goed voor de huid? Je weet het niet. En we gaan nu richting Halloween. En toen zag ik bij de Action deze. Special FX Movie Star. Nou, heb ik een vermoeden dat dit boing wordt en geen toing. Maar we gaan even kijken. Laten we eens kijken wat er nou eigenlijk in die doos zit. Wat beloven ze ons? Is er een Nederlands ding? Wil je een kijkje achter de schermen? Leer de trucs die visagisten gebruiken op de set. Maak je eigen angstaanjagende effecten en verander in een bloederige zombie of eng skelet. Maak snijwonden, blauwe plekken, littekens en meer. Dus ze beloven op die doos dat je heel veel ermee kan doen. Het heet visagie voor horrorfilms. Nou, volgens mij noemen wij dat grimeren, maar... Kijk, als ik die doos open doe. Realistische 3D-effecten. Oh my gosh. Nou, als ik het open doe, verschijnt dit. En daar krijg ik dan al... een gek gevoel bij. Oh, en er zitten dan wel allemaal gebruiksaanwijzingen bij. In de meest vreemde talen. Nou, deze taal spreek ik niet. Fritske. Geen idee wat dat is. Dit is het in het Engels. Dus het wordt ook nog eens een keer in heel veel landen verkocht, blijkbaar. Dit is in het Duits. Hier zo. In het Nederlands hebben we het ook. En wat hebben we ook nog? In het Frans. Instructies. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Nou, dat is al wel heel fijn. Dan gaan we eerst eens kijken wat zit er allemaal in die doos. We hebben hier petroleum jelly. Ik denk dat dat hetzelfde is als vaseline. We hebben... een rits, waarschijnlijk voor zipperface. We hebben glue. Ik mag hopen dat het huidlijm is. We hebben corn syrup. Er staat overigens wel overal bij dat het na opening maar een maand houdbaar is. Dus dat is dan wel... Wat hebben we hier? Oh, dit voelt heel eng. Cornstarch. Wat is cornstarch? Gaan we straks eens even opzoeken. Kijk, cornstarch voelt wel heel... Ik weet niet, meel of zo. Gelatinekorreltjes. Een klein lepeltje. En hier is waar ik de zenuw tussen waarvan ik denk van... groene kleurstof hoop ik dat het is. Of het is een poeder. Dit gaat vlekken, jongens. Een rode poeder. Ze zeggen dat dit zwarte smink is. Nou, yikes. Ik ga het testen op mijn eigen huid. Maar ik word wel een beetje zenuwachtig. Witte face paint.
groene face paint, maar in een kleur dat je denkt, wat? En fake blood. Nou, dat is wat allemaal in de doos zit. Ik denk dat ik eens eventjes heel rustig alles ga doornemen. En dat ik dan ter plekke voor jullie het ga toepassen. Intussen heb ik het even doorgelezen. En dan kom ik tot de conclusie dat je een heleboel dingen extra nodig hebt. Zoals tissues. Zoals bakjes. Water. Gemalen peperkorreltjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Verder geeft de beschrijving aan ergens. Start met rode verf. Die zit er niet in. Dus daar krijg ik al dat ik denk van. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Dus, maar goed. Wat ze als eerste idee hebben is om een blaar te maken. En die blaar geven ze de volgende instructie. We pakken de vaseline. Oh my gosh, en die vaseline ziet er heel, ja, ranzig uit. En smeer een dikke laag. Waarom vond ik dit ook alweer een goed idee? Op de huid. Nou, dat doen we maar even lekker op mijn. Oh, die vaseline zit vol met brokken. Yikes. Dan, leg een tissue op de vaseline. Dan zeggen ze al dat dat niet ingebegrepen is. Nee, dat snap ik, want dat hebben we al ontdekt. Nou, ik scheur daar maar wel even randjes vanaf, denk ik. Want ja, weet anders ook even niet. En dat leg je dan op de vaseline. Nou, bij deze. En druk dat op willekeurige plekken vast. Zodat het goed blijft plakken. Smeer wat lijm over de randen van de vaseline. Ik denk dat ik maar even de twee laagjes die ik had, die haal ik er maar even af. Dan smeren we lijm op de randen van de. Is dit lijm? Ja. Ik ga gewoon lijm op me smeren, mensen. Het ruikt gewoon naar kinderlijm, mensen. Ik weet niet of je dit je kinderen wil aandoen, hoor. En dan, wat zeggen ze dan? Smeer de lijm aan de rand, zodat ze wachten tot de lijm langs de randen van het tissue droog is. Nou ja, dan moeten we dat dus wel even goed invrijven of zo. Ben benieuwd. Maar goed, omdat het dus nog moet drogen, gaan we eens even wat anders doen. Even kijken. Ze geven ook aan hoe kan je nepbloed maken. Giet een klein beetje glucosestroop in een bakje. Bakje niet inbegrepen zet erbij. Een glucosestroop zal wel de corn syrup zijn. Dus daarvan gieten we een klein beetje in een bakje. Het hele dopje knalt eraf. Het ruikt naar niks. Het is nu een klein beetje veel geworden. Want het hele dopje schoot er vanaf. En dan voeg wat rode verf toe. Ja, ik neem aan dat ze daar die kleurstof mee bedoelen. Want rode verf hebben we dus niet. Die poeder. Dus de gebruiksaanwijzing is niet accuraat. Daar kunnen we niks mee eigenlijk. Dus nu zitten we met die rode poeder.
En dan om de kleur wat donkerder te maken. Dan gaan we dit eerst eens even mengen. Wat gebeurt er? Het wordt heel licht roze. Als mijn bloed er zo uitziet, dan moet ik naar de dokter, denk ik. Oh, wacht, het wordt wat donkerder. En dan zeggen ze om het nog wat donkerder te maken, doe er wat groene verf bij. Nou, dat hebben we ook in een poeder, dus dan doen we er wel een beetje groene poeder nog bij. We houden van lekker gestold donker, denk ik. Tintin, klaag niet zo. Je kan er nu niet uit. Oh, nou, oké. Dit is op zich nog wel een oké kleur. Kijk, een glucosestroop, daar kan je weinig meer mis mee doen. Dus ja, mooi. Als je nou, ze geven nu aan, als je nou een gestolde bloed wil, dan kan je er wat van die korn toestand bij toevoegen. Nou, dat doen we misschien later. Hoe gaat het hiermee? Nog lang niet droog. Duurt dus lang. Maar ja, latex duurt ook lang. Dus goed dat ik niet te kritisch zijn. Overigens, die hele doos kostte 3 euro nog wat. Dus om van dat te gaan, voor die prijs krijg je best wel veel. Maar waarom wil je braaksel maken? Doe het mais, zet wel in een bakje. Schenk er langzaam water bij en roer totdat het op vla lijkt. Voeg een beetje groene verf toe om het op braaksel echt smerig te laten lijken. Meng het braaksel met een klein beetje lijm om vies slijm te maken. Smeer het op een tissue en laat je vrienden denken dat het snot is. Nou, ik heb toch even geprobeerd om dat braaksel te maken. Dit is dan het resultaat. Het is een soort van maïzena idee. Dus aan de ene kant kan je er niet goed doorheen roeren, omdat het weerstand geeft. Aan de andere kant blijft het heel dun. En heel, nou, met die kleurstof heel fake, heel nep. Ik vind het er niet op lijken. Ik weet niet wat je moet hebben gegeten om dit te kunnen braken. Maar als je zegt het is aliensnot, geloof ik het meer. Maar ik vind het geen succes. Helaas, dit gedeelte is afgekeurd. Voor een lelijke blauwe plek zeggen ze dat je met die poeder alleen moet werken. Doe een beetje. Lelijke blauw. Ik doe een beetje rode verf op de huid. Volgens mij vlekt dit, jongens, als het op je kleding komt. Smeer de verf uit. Het is poeder. Ik kan niks uitsmeren. Het pakt niet. Het doet niet. Het blijft aan mijn vingers zitten. De lelijke blauwe plek? Nee. Nog niet misschien. Behalve dat ik dan een knalrode vinger heb nu. Oh my god. En? Als je dat met water mengt, check dit. Het trekt niet een klein beetje in. Oké. Realistische 3D-huid. Doe een theelepel gelatine in een magnetronbestendig bakje. Voeg een theelepel water en een halve theelepel glucosestroop toe. Vraag een volwassene, want dat ben ik wel, het bakje in de magnetron te plaatsen en het mengsel op te warmen. Het duurt slechts een paar seconden. Dus, wat willen ze? Doe een theelepel gelatine. Nee, dus. Ik heb het geprobeerd. Het smelt niet. Het wordt een dikke brei. Het smelt wel een beetje. Stinkt verschrikkelijk. En naar mijn gevoel, als het helemaal gesmolten is, dan is het zo ontzettend heet. Daar ga je niet mee op kinderhuidjes. Dus we gaan dit niet eens proberen, jongens.
Echt niet. Ik ga het niet op mijn huid doen, want dan heb ik straks de brandwonden erin staan, ben ik bang. Nee. Het is gewoon heet. En het kleeft ontzettend. Het plakt als een idioot. Dus, nee. Nu dit is afgekoeld, is het één keiharde brok geworden. Ik krijg het niet meer uit het doosje of uit het bakje. En dan moet je dus bedenken dat je dit op je gezicht hebt. Ik ben zo blij dat ik het niet gedaan heb. Oeh. Ellende. Weet je wat, jongens? Dit is dan nog... Dat je denkt, ja, wat zou ik zeggen? Maar dit is zware boink. Niet kopen, niet aanschaffen. Als je dit wil maken, vaseline heb je de kast staan. Lijm heb je gewoon in huis en gebruik dan gewoon lekker huidlijm. En tissues heb je ook in huis, dus daar hoef je die doos niet voor te kopen. Die kleurstoffen. Ik krijg er de zenuwen van, want het trekt zo verschrikkelijk in. Nou, ik kan voor de gein nog eventjes kijken of dit wat is. Dat nepbloed. Oh, ik durf niet eens te knijpen in het flesje, er komt niks uit. Super dik. Oh, dat gaat straks weer ploffen. Nou, komt gewoon niks uit. Dik verstopt. Oh, zit een dopje op. Grapje. Oké. Nog een poging. Dat wat. Ik ga het eens even ook op mijn huid doen. Kijken of het lekker in mijn velletje trekt. Ik ben bang van ja. Ruikt naar niks overigens. En wat hebben we dan ook nog? Waar zij dan mee willen dat je sminkt. Oh, er zitten natuurlijk ook allemaal van die dopjes op. Werden. Ja hoor. Handig dat ze dat er ook even bij zeggen. Qua smink. Het zit gewoon in zo'n flesje. Jongens, ik... Is het watersmink? Nou, het gaat wel makkelijk van je huid af. Tenminste, de wit... Maar je moet er wel een volleerd iemand voor zijn. Wil je daar een beetje wat mee kunnen aanbrengen? Ik zeg echt boing. Hop, heel rap de vuilnisbak in. Niet kopen. Ik heb het gekocht bij Action. Dus stiekem hadden we dan al wel een beetje kunnen bedenken. Dat het niet heel handig kon zijn. Maar goed, er zijn ook spullen van Action die wel heel leuk zijn en heel goed zijn. Maar dit... Is niet. Nee. Nee. Sorry. Nee. We gaan het niet doen. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze video. Ik ben ook wel heel benieuwd of jullie zelf al eens dingen tegenkomen in winkels waarvan je zegt ik durf het niet echt te gebruiken. Of zal het wat zijn? Of wil je dat eens voor ons testen? Dan hoor ik het graag. Zet het dan in de comments. Commentaren onder dit filmpje. En dan ga ik daarmee aan de slag. Ik wens jullie heel veel sminkplezier en grimeerplezier met goede spulletjes. En tot de volgende keer. Dag!